Iedere eerste en tweede woensdag van de maand, met uitzondering van de maanden juli en augustus, gaan kinderen van de Prins Maurits en de Rotondaschool, onder leiding van begeleiders van buurtvereniging de Ridderweide hun woonomgeving in Tielwest zwerfvuil vrijmaken. Gemiddeld zetten zo'n twintig kinderen zich in voor de actie. Zij worden beloond met een frietje en cola en aan het einde van het seizoen met een klein geldbedrag. Het project Tiel Natuurlijk Schoon wordt tevens begeleid door huismeesters van de SCW en Kleurrijk Wonen en het wijkteam van de gemeente Tiel.